Guy van Hirten, burgemeester van Westerlo. En wat vond u van de avond? Heel geslaagd, heel geslaagd. Knap natuurlijk dat het handelsgids zoiets organiseert voor de klanten. En ook heel mooi dat daar de beleidsverantwoordelijken, de politiekers bij betrokken worden. En dat is natuurlijk wel een hele eer en een groot genoegen om dan natuurlijk dan die trofee te mogen overhandigen aan uw plaatselijke vriendelijke handelaars. Dus een knap initiatief. En dan die show van Jacques Vermeijeren en de Ruben van Gucht eigenlijk toch wel een voltreffer. Ze hebben mij aangenaam verrast. Ik heb ze in het verleden, dus zeggen Jacques Vermeijeren, nog bezig gezien, vele jaren geleden met Luc Verschuren. Maar ik had nooit gedacht dat hem zoveel jaren later eigenlijk dan nog kon neerzetten. Eigenlijk toch wel een hele mooie show. Dus eigenlijk toch wel een fantastische avond waarvoor veel dank aan Handelsgids. Heeft u nog suggesties voor Handelsgids? Ik denk dat je het best verder doet als je bezig bent. Ik heb trouwens heel goede herinneringen aan Handelsgids. In die zin dat wij een professionele volleyballende zoon hebben. Die heeft nu 8 seizoenen erop zitten bij Roeselaren. Die is aan zijn laatste wedstrijden bezig, want die gaat stoppen. Maar die is zijn carrière begonnen met 3 jaar Averboden. Op het ogenblik dat Handelsgids daar de grote sponsor was. Die ook de wagens ter beschikking stelde. Dus onze zoon Ruben heeft leren rijden met het wagentje van Handelsgids. En als ik daar juist op de parking kwam toen, dan zag ik die nog staan, die autootjes van Handelsgids. We hebben er eigenlijk wel heel goede herinneringen aan. Want die 3 jaren, niet alleen heeft hem daar eigenlijk heel wat bijgeleerd toen. Hij was toen heel jong, 18 jaar, 17 jaar als hij hier gekomen is. 3 seizoenen hier geweest, topjaren ook wel, heel goede resultaten ook gehaald met de club. Om dan naar Roeselaar te gaan. Maar niet alleen sportief, dus hoogdagen, maar eigenlijk ook heel goede band met toch wel de supporters. Dat was toch wel een geweldige sfeer hier op de hel, zoals ze dat zeiden. Hè. Dus dat was toch wel een heel mooie tijd. Dus goede herinneringen aan de Handelsgids.